Welkom bij een nieuwe Sunday Assembly op het scherm. Veilig vanuit allerlei huizen of voor een greenscreen met de afbeelding van de balie, ons eigenlijke thuis. Het thema van onze aflevering vandaag is chaos en daar zijn we toevallig heel erg goed in. Nee toch? Ja. We zijn super gestructureerd. Ik hoor dit voor het eerst. Ik ben nog nooit chaotisch genoemd in mijn leven. We hebben een heel mooi concept, hè? Zoals jullie van ons weten, maar misschien ben je nieuw. We zijn altijd bezig met help often, wonder more en live better. En dat zijn onze drie grootste leuzes. En dat wil zeggen dat wij een wetenschappelijke lezing hebben straks. We hebben ook een vrijwilligers- en sociaal project. En dat versteld wordt. En we hebben ook het live better stuk. Hè. Dat zit dan in. We hebben een kunstlezing, we hebben een meditatie, we hebben ook een kort verhaal. Dus heel veel mooie aspecten op deze zondagochtend. Online, nu met corona, hè, gaat alles gewoon door. Je irriteert je wel aan de happy, allee, dat we er zo doorheen moeten gaan, hè, terwijl jij vindt dat het, gewoon, dat het shit is en dat we er gewoon moeten claimen. Ja, soms krijg je er gewoon even een klap op je kop en dan ben je een man up en dan ga je door of zo. Maar dan ga je niet zo van, oh wat gaaf, ik ben voor mijn bek geslagen, wat inspirerend. De assembly gaat ook wel een beetje over mensen... Ja, samen zingen, samen dansen, samen naar een wetenschapper luisteren. Zeker, ja. En nu zit je toch... Dus ik, om dan allemaal te zeggen van, god, wat leuk en we komen er verder mee. Denk ik van, ja, nou ja, het is, weet je, we doen ons best, dat zou ik eerder zeggen. Ja. Ja, dus dit is een poging om ons best te doen, dus veel kijkplezier. We gaan zo kijken naar René, die ons wat gaat vertellen over de Chinese veelvuldig vervolgde kunstenaar Ai Weiwei. Wauw. Veelvuldig vervolgd. Wat is het NOS-verhaal? Erg dat je zo wordt aangekondigd eigenlijk. Als lijkt een nieuwsje wel. Dag René. Hallo. Wat heb je voor ons deze week? Yes, Ties Dams is natuurlijk onze spreker. En ik ben heel benieuwd wat hij gaat vertellen. Maar hij is natuurlijk China-deskundige. En China, als ik denk aan China en aan kunst, dan denk ik meteen aan Ai Weiwei. En het is natuurlijk ook wel een bijzondere tijd nu. En Ai Weiwei is super politiek geëngageerd. En er is van alles gaande. Dus ik vond hem wel heel erg passend bij deze editie van de Sunday Assembly. Dus ik heb eigenlijk meer over Ai Weiwei in het algemeen. Is hij zo beroemd dan? Jullie kennen hem allemaal. Ik ben de enige barbaar die het niet... Je bent een barbaar. Ik heb echt... Hij heeft de grootste, beste uitverkochte tentoonstellingen. Ik heb hier boeken over hem. Oh my god. Ja, het is niet... Okay. Hij is wel echt een van de grote internationale kunstenaars. Ja, ik ben gewoon stupid. Okay. Ja. Okay. Maar dan ben ik ook stupid. Nee. Jullie weten andere dingen. Jullie weten andere dingen. Oké. Okay. Hey, maar het is alleen maar mooi dat je hem niet kent, want dan kun je juist erin verdiepen. Dat is hartstikke tof. Dan heb je nog een heel hartstikke veel mooi oeuvre waar je naar kunt kijken. Ik voel me heel dom nu. Er gaat een wereld voor ons open, Ewout. Open mind. Okay. Ik heb een open mind. Zo. En dan gaan we kijken. Ja, dat kijk. Ja. Oh, dan gaan we kijken. Yes, de kunstlezing. Nou, onze spreker van vandaag is natuurlijk China-deskundige Ties Dams. En als je zegt China en kunst, dan zeg je Ai Weiwei. Ai Weiwei is namelijk de meest beroemde Chinese kunstenaar. Hij maakt hele diverse kunst. Hij maakt sculpturen, installaties, films, van alles eigenlijk. En in zijn kunst gebruikt hij ook veel hout en marmer, maar ook weer traditionele voorwerpen. Dus eigenlijk super divers. En naast kunstenaar is Ai Weiwei ook activist. Hij strijdt dan voornamelijk tegen onrecht en censuur. Hij komt dus uit China, dus dat is een land waar censuur helaas nog aan de orde van de dag is. En hij zet eigenlijk zijn bekendheid en kunst vaak in om aandacht te vragen voor mensenrechten, voor vrijheid van meningsuiting. Maar bijvoorbeeld ook voor natuurrampen en de vluchtelingencrisis. En Ai Weiwei's openlijke kritiek op de Chinese regering brengt hem eigenlijk regelmatig wel in de problemen. Zo was er bijvoorbeeld in 2008 een zware aardbeving. En hij maakte hier een kunstwerk over, waarbij hij zijn vraagtekens zette bij de stabiliteit van schoolgebouwen. En dit waren schoolgebouwen van de overheid. Want in deze schoolgebouwen zijn namelijk duizenden kinderen omgekomen in die aardbeving. En hij gebruikte in zijn kunstwerk duizenden namen van kinderen die toen omgekomen zijn. En dit waren namen die de overheid juist eigenlijk stil probeerde te houden.
Nou, en daarnaast maakten wij ook nog een mooie eerbetoon aan al deze overleden kinderen. Dit was in München. En hij heeft daar een gebouw volgehangen met wel 9000 rugzakjes. Nou, de Chinese regering was not amused, op zijn zachtst gezegd. En toen Ai Weiwei een rechtszaak probeerde bij te wonen over deze ramp, werd hij door de Chinese politie zelfs in elkaar geslagen. En toen hij ook nog eens weigerde op te houden met zijn protest en zijn kritiek, werd hij zelfs opgepakt. En zijn paspoort werd afgepakt en hij mocht 4 jaar lang China niet verlaten. Nou, hiermee werd hij in één klap wereldwijd een symbool van verzet tegen het Chinese regime. En ja, Ai Weiwei is een van de grootste internationale kunstenaars. En zelfs in die 4 jaar dat hij dus vast zat in China, heeft hij nog ieder jaar gemiddeld zo'n 10 solo-tentoonstellingen buiten China gehad. Ja, dat maakte hem een van de meest vertoonde kunstenaars wereldwijd. Maar in China zelf is hij door zijn kritiek niet zo populair. En tot 2015 heeft hij dus in China zelf nog nooit zelf geëxposeerd. Maar hij begon er hier dus in 2015 mee. En dit deed hij dan alleen maar met werk, zonder deze politieke lading waar hij dan eigenlijk zo bekend om was. En waarschijnlijk hierdoor durfden de Chinese galerieën hem ook echt daadwerkelijk te exposeren. En waarschijnlijk doordat de Chinese overheid zag dat het allemaal misschien wel meeviel met zijn politieke lading en zijn kunst, kreeg hij uiteindelijk weer zijn paspoort weer terug. En dan was hij na 4 jaar kon hij gewoon weer het gaan en staan waar hij wilde. Later heeft Ai Weiwei aangegeven dat zelfs in dit werk dat hij in China heeft geëxposeerd ook een politieke lading zit. Maar dat hierin gewoon veel beter verborgen is. Dus ja, helaas is dit blijkbaar de enige manier waarop hij ook in zijn eigen land in China zijn werk zou kunnen vertonen. Nou, en momenteel woont hij in Berlijn en hij maakt nog steeds politieke kunst. Hij heeft zelfs 7 jaar na de aardbeving wederom een kunstwerk gemaakt over dezezelfde aardbeving. En dit keer waren het bergen aan betonijzer dat van de ramp vandaan kwam. Dat heeft hij allemaal recht gebogen en gestapeld. En een aantal andere kunstwerken waar je hem van zou kunnen kennen. Bijvoorbeeld Sunflower Seeds. Dus een kunstwerk van uit 2009. En dit is een berg aan miljoenen handgemaakte porseleinen zonnebloempitjes. Ja, waarom zonnebloempitjes? De zonnebloempitjes staan in China symbool voor censuur en conformiteit aan de communistische partij. Want Mao Zedong die werd omschreven als de zon. En alle inwoners van China zijn dan de zonnebloemen die vol bewondering tegen hem opkijken. En een recenter werk uit 2016, dat doet een beetje denken aan de rugzakjes van de aardbeving. In dit geval waren het 14.000 reddingsvesten. Deze reddingsvesten had Ai Weiwei verzameld op Lesbos. En ze werden tentoongesteld op een gebouw in Duitsland. Nou, dit werk heeft hij gemaakt om zijn kritiek te uiten op het Europese vluchtelingenbeleid. Dat is iets waar hij de afgelopen jaren zeer veel mee bezig is geweest. Ja, kortom, Ai Weiwei is een zeer politiek geëngageerde kunstenaar. Dat met China dus als thuisland. Dus ik ben ook heel benieuwd of de coronacrisis bijvoorbeeld ook nog een onderwerp van zijn kunst zal worden. Dus ik zou zeggen, houd hem in de gaten. Dankjewel. Schitterend, jullie hebben hem. Yes, dus dat is Ai Weiwei. Dankjewel, René. Wauw, bijzonder werk. Ja. Ja. All right, nou, succes en... Gaat goed, hè? Nou, leuk, dankjewel. Dankjewel. Ewout, wil jij nog wat over onze spreker vertellen? Ja. We hebben Ties Dams, een award-winning schrijver, die net een prijs heeft gekregen van de mensen achter mij, maar ook van het 4-5 mei-comité, voor een stuk dat hij in De Groene heeft geschreven. En je ziet hem ook gewoon in de media. Het is een hele jonge vent, maar hij is een China-expert. Dan verwacht je misschien een oude Chinees, maar dan krijg je Ties Dams. Van het Klingendaal Instituut. Heel mooi boek geschreven over Xi Jinping. Misschien wel machtiger dan Trump en Poetin. Hallo. Hey, Ties Dams. Ewa, aan te pakken vandaag. Maar het komt omdat hij vanaf de wc aan het zoomen is. Ja. Yeah. Hij is dan op zijn gemak, weet je wel? Dat is belangrijk. Daar een nep achtergrondje. De structuur van het debat hadden we bedacht van Ties Dams naar Nederland, naar Europa en dan naar de wereld. En dan China nog een beetje ertussen. Helemaal goed. Is dat oké, structuur?
Als een echte narcist zal ik proberen op elk niveau mezelf terug te laten keren. Ja. Mooi, mooi. Want hoe is de crisis voor jou, Damas? Want jij bent natuurlijk wel een winnaar van de crisis. Ik bedoel, je bent nu helemaal... Je krijgt prijzen, je komt op tv, je bent een soort... Ja, je bent Henny Huisman eigenlijk, van de corona. Dat is, in mijn dromen ben ik dat altijd al. 50-50 ben ik ZZP'er en ergens in dienst. Ja. En het eerste wat ik merkte was dat dat hele ZZP-gedoe, dat is wel weg. Ik ben eigenlijk pas sinds kort ook weer eens ergens in dienst. Dus wat dat betreft komt dat echt extreem goed uit. Mm-hmm. Want anders had ik niet per se geweten wat ik had gedaan. Mm-hmm. Dus ik moet zeggen dat ik nog niet had gedacht dat ik een winnaar van de crisis was. Maar ik heb het absoluut niet zo ingewikkeld. Ook niet zo op sociaal vlak. Ik heb drie hele kleine kinderen. Dus ik en mijn vrouw konden al geen kant op. Dus dat valt allemaal van mee. Ik had een lang ouderschapsverlof opgenomen. En omdat ik normaal nieuws veel volg. Om op de hoogte te zijn als ik gebeld word door journalisten bijvoorbeeld. Had ik me voorgenomen dat tijdens mijn ouderschapsverlof absoluut niet te doen. Dus ik had al een hele tijd al het wereldnieuws geblokt. Dus eigenlijk toen ik mijn ouderschapsverlof afgelopen was, 1 maart, ben ik er als een gek ingedoken. Want ik dacht, oh jeetje, ik heb volgens mij wel echt wat in te halen. Grappig. En wat vind je hoe Nederland ermee omgaat met de crisis? Ik heb geen idee wat de effectiviteit van Nederlands beleid zou zijn. Op de epidemie, daar heb ik allemaal helemaal geen verstand van. Maar ik vind het heel... Ik prijs mezelf wel gelukkig dat ik in een open samenleving woon, waar het debat is over... Ook in crisistijden. Mensen denken vaak, in crisis dan is orde alles wat er te doen. En een strak, dan moet je doorpakken. En voor Nederland is dat er wel. En er is ook tijd voor cultuur. Ook al lijkt er heel snel geen geld meer voor cultuur te zijn, toch vinden mensen dat belangrijk. Nou, dat vind ik fijn, dat doet mij goed. Ja, maar in die open cultuur zie ik ook wel dat er veel filmpjes worden gedeeld van bronnen die een beetje obscuur zijn, waardoor ook heel veel verdeeldheid ontstaat. Hè? Van wat is de oorzaak van COVID? Heeft Bill Gates er iets mee te maken? Moeten we pro of contra vaccins zijn? Dus er ontstaan heel veel die conspiracy theories. Hè? Ja, zeker. Ja, het is... en het is ook... Nu voor het eerst denk ik dat dat niet alleen Rusland, maar ook China zich daar zo openlijk dat gebruikt. En trouwens Amerika op bepaalde manieren ook minder geïnstitutionaliseerd en meer via Trump, maar toch. Dus dat is heel maf. Ik las laatst een heel interessant stuk van de Britse Royal Society of Sciences. En dat kan ik anders wel de link doorsturen. En dat gaat over, dan hebben onderzoekers proberen uit te vinden waar mensen in geïnteresseerd zijn en wat ze proberen te bereiken als ze desinformatie verspreiden. En wat blijkt, dat er zijn mensen die dat voor puur politieke redenen doen. Die hebben al een bepaalde agenda, die denken dit helpt. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat gewoon doen. Mm-hmm. En... wat ik interessant vind, is dat wat blijkt uit die enquête is dat die mensen vooral geïnteresseerd zijn niet in A, de waarheid, of B, ideologie. Ze denken niet echt per se dat dat klopt. Ze denken dat het gezond is als er chaos en twijfel ontstaat over het systeem aan zich en over vertrouwen in instituties. En dat is zo lastig daaraan volgens mij, want dat maakt het heel moeilijk, dat je er heel moeilijk... het van repliek dient. Je kunt het wel weer leggen. Je kunt wel zeggen, ja oké, maar dit is een foute agenda. Maar daar is het dus allebei niet om te doen. Ik zelf eigenlijk bedacht dat je met ons over chaos wou praten. Ja. En wat was je idee daar bij? In eerste instantie dacht ik, het is leuk om het over iets anders te hebben dan over bijvoorbeeld check het onderwerp van mijn boek, Xi Jinping. En ik vind chaos interessant omdat het het snijdt door de manier waarop wij over politiek praten en de manier waarop er in andere landen over politiek gepraat wordt heen. Dus wat mij opviel in het schrijven over Xi Jinping was dat hij zijn macht heel erg uitlegt vanuit: ik ben de man die China, jullie,
het Chinese volk beschermt tegen de chaos. Ik ben de laatste stop voordat de chaos alles overneemt. En dat is eigenlijk een vorm of een discours van legitimeren dat we helemaal niet zo meer kennen in Europa. Rutte, niemand denkt dat we overgeleverd zijn aan een orkaan van geweld en chaos als Rutte morgen door iemand anders vervangen wordt. Rutte heeft het veel meer over een rechtvaardiging van geld, van belangen en van rechten en plichten. En daar heeft hij een rechtsverhaal op, namelijk heel veel naar de private sector, weinig naar de publieke sector. En andere mensen hebben daar een wat linkse verhaal op. Maar dat is een heel andere manier van over politiek praten. En wat me zo opvalt is dat Xi en Poetin en Erdogan het heel erg hebben over het beteugelen van de chaos, het scheppen van orde en ook het hebben over de internationale orde als een bron van chaos. Dus Xi Jinping probeert heel erg aan te tonen dat de door ons en door het Westen opgezette internationale orde van na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk alleen maar een bron is van conflict. Hè, dus, en van crisis. Bijvoorbeeld in de bancaire sector. Hè, financiële crisis kwam uit Amerika. Migratie, het feit dat we dat niet weten te beteugelen in Europa. Alleen maar ellende. Enzovoort. En daar zit toch ook in dat chaos gewoon slecht is? Als ik het extreme neem, het andere extreme zou zijn dat we allemaal in keurslijf zo leven en alles heel voorspelbaar is en ik gedraag mij zo, jij gedraagt jou zo en dat er nooit die frictie mag zijn. Dus daaronder zit, chaos is slecht. Ja, precies. Chaos is slecht, chaos is eng. Ja. Chinese keizers zijn vaak ten val gebracht omdat er in een korte tijd op een of andere manier het rijk in chaos verviel. Okay. En dat zagen ze niet aankomen. Dus die angst die zit er heel diep in bij de Chinese leiders. Van, oh god, misschien ben ik wel de volgende. En wij leven grotendeels zonder die angst. Behalve natuurlijk in crisistijd. Dan denken we opeens, staat die misschien toch voor de deur. En in relatie tot geopolitiek. Want kunnen wij eigenlijk wel vertrouwen op die internationale orde? Of leven wij ook in een wereld eigenlijk van anarchie, zonder centraal gezag? En ik denk dat mensen daarom ook bang zijn voor het feit dat Amerika dat gezag verliest door Trumps optredens. Dan is er geen centraal ergens een punt meer waar het allemaal samenkomt. Mm-hmm. En kunnen we met die chaos omgaan? En ik vind het zo interessant, omdat het lijkt ver weg, maar eigenlijk praten volgens mij, dat is mijn hypothese, ook heel veel Nederlanders en Europeanen ondertussen over onze politiek en onze cultuur vooral, al in termen van chaos en orde. Dus dat onderzoek wat ik eerder ook aanhaalde, daar blijkt uit dat dus veel kiezers in Amerika, maar zeker ook in West-Europa, op rechts-extremistische partijen stemmen, soms ook op links-extremistische partijen stemmen, niet, en dat ze desinformatie verspreiden, ander onderzoek, maar dezelfde resultaten, niet omdat ze het ermee eens zijn, niet omdat ze er echt in geloven, maar vooral omdat ze geloven dat er chaos moet ontstaan. En dat de gevestigde orde niet werkt voor hen, omdat het te weinig status geeft bijvoorbeeld. Jonge mannen die hier niet aan het werk komen, die hebben dat gevoel. En dat chaos juist een bevrijdende kracht zou zijn. En dat is denk ik een hele interessante, want dat maakt, dat trekt de gevestigde orde naar beneden en dat geeft ruimte voor iets nieuws. En ik denk dat een hele... Zie je dat een beetje als ons voorland? Of zie je dat als iets waar wij nu al een beetje in komen? Of is dat iets wat elders gebeurt en waar wat gewoon echt niet gebeurt in Nederland? Nee, dus uit onderzoek blijkt dat dat ook bij ons gebeurt. En ik denk dat als je kijkt naar, als je een beetje serieus luistert naar hoe hele rechtse politici hun verhaal verkopen, dan gaat het ook al lang niet meer over de tegenstelling tussen links en rechts. Maar dan gaat het over dat wat chaotisch is, bijvoorbeeld een ambiguë identiteit. Dat wordt er heel vaak geframed als chaos. En orde is dan terugkeren naar iets. Naar een, ja. Ja, denk je dat de orde Brexit... kun je alleen bereiken door eerst de gevestigde orde te laten versplinteren. Ja, denk je dat de Brexit een Europees voorbeeld is van chaos vanuit het volk? Exact, en dat blijkt dus ook uit die desinformatiestudies. Dat mensen daarover bijvoorbeeld... Brexit was een campagne vol
kul. En die kul werd ook onder andere uit die motivatie verspreid. En het grappige vind ik is dat dat veel van de gevestigde orde politici daar dus helemaal niet eens daarmee oneens zijn, maar niet in dat discours daarover hebben. En twee, dat er allemaal grootmachten om ons heen het eigenlijk al een hele tijd over hun macht in die termen hebben. En B, nu denken, maar als we dus daar vinden we gemeenschappelijke grond met in ieder geval een deel van het West-Europese verhaal. En je ziet ook dat bijvoorbeeld Russische beïnvloedingspraktijken zich precies daarop focussen, op het afschilderen van de liberaal-democratische orde als chaotisch. Dat dan je dus zelfs een chaosvrezende macht als China, die CCP is gewoon doodsbang voor chaos, het juist ziet aanwakkeren in West-Europa, omdat het vanuit een totaal andere hoek hetzelfde verhaal vertelt over die liberale orde waar zij bang voor zijn. Ja. En dan krijg je bijvoorbeeld zo in België, Nederland, Hongarije, Polen, van die partijen die zeggen, we moeten terug naar die traditionele waarden van kerk, christendom, een duidelijk gezag, orde. Ja, en misschien gaat het wel veel meer om de boodschap, en om dat te bereiken moeten we chaos aanrichten, moet er een revolutie komen, moet er een renaissance zijn, moeten we die zuilen slechten, van dat soort... Dat is echt mooi. Ik freelance als speechschrijver voor bedrijf, maar dat weet niemand. Misschien gaat het wel veel meer eigenlijk stiekem om dat chaosverhaal dan om die nieuwe orde. Misschien gaat het wel veel meer inderdaad om de mokerslag in plaats van om het nieuwe huis dat gebouwd wordt. Of in ieder geval in dit stadium. Dat lijkt uit dat onderzoek te komen. Ik vond dat heel interessant omdat het zo naadloos aansluit op het verhaal dat andere machten over Europa en over het Westen vertellen en over de liberale internationale orde. En zo totaal gemist wordt door veel van onze politici. Je hoort wel eens van China kan bijvoorbeeld juist op duurzaamheid of zo, hè, kunnen ze gewoon hele grote stappen zetten omdat het minder chaotisch is, omdat er minder verdeling van de macht is. Ik ben al een paar keer op congressen geweest waar gezegd werd, die Chinezen die kunnen tenminste een stad bouwen en dan kunnen ze echt helemaal op zonne-energie laten draaien. Want dan kan het niet en allemaal die vergunningen en dan wordt het allemaal afgewezen. Ewout, ja, er is ook net die documentaire uitgekomen van Michael Moore. Ik weet niet of je die gezien hebt, Thies. Daar krijg je dan weer kritiek op groene energie en hoe groene energie eigenlijk heel desastreus is voor ons milieu. Oh, ja. En dan denk ik, door die open samenleving, door de discussie, kan je ook kijken van hoe duurzaam is duurzaam. En terwijl in China zou je gewoon massaal zonnepanelen gaan produceren. Terwijl lijkt dat je er heel veel kool voor nodig hebt. Nog meer kool dan eigenlijk de energie die je eruit gaat krijgen uit zonnepanelen. Maar dat is dus in Nederland kan dat. Dan denk je van, ik leg die zonnepanelen, doe ik het goed. En dan komt iemand die zegt, nee, daar is allemaal kool voor nodig. En dat komt helemaal niet. En dan denk ik, dat legt ons ook een beetje lam, dat soort discussies. Want een ander land kan gewoon iets doen zonder dat de rechter ertussen komt of de oppositie. Het nadeel is dat je vergist misschien. Ja. Is het iets Damsen nog wel eigenlijk? Ik hoor heel graag wat Thies hierop heeft te zeggen. Maar Thies is al lang uitgevallen. Ik ben er. Ja. Ten eerste geloof ik niet in... Het kan zijn dat soms bijvoorbeeld een autoritair systeem effectiever optreedt op bepaalde vlakken dan een niet-autoritair systeem. Dan denk ik, ten eerste betekent dat niet dat ik een autoritair systeem verkies. Ik vind de open samenleving niet fijner omdat die beter werkt. Ik vind hem fijner omdat die fijner is, omdat die opener is. En twee, ik ben er niet van overtuigd. Ook Xi Jinping is de machtigste man in China sinds Mao. Hij heeft een enorme zuiveringscampagne op poten gezet om zijn eigen partij een beetje onder controle te krijgen. En nog steeds heeft hij grote moeite met het bewegen van bijvoorbeeld staatsbedrijven in zijn richting. Nog niet eens in de richting van het halen van klimaatdoelen, maar gewoon het naar hem laten luisteren. Dat is inherent aan macht.
Elk machtssysteem heeft strijd, conflict en is verdeeld. Maar zelfs al zou het Chinese systeem een eclatant succes blijken, kijken we daar over 30 jaar terug als... zou het hier maar een rommeltje zijn, vind ik de open samenleving nog steeds verdedigen op zijn waarde. Ja, maar toch, het is een geluid dat je vaak... Ja. Vorige aflevering hadden we een hoogleraar farmacologie. En die bezig is met hoe je even zo'n coronamedicijn kan ontwikkelen. En toen hadden we het een beetje over dat die Chinese wilde dieren, die heel erg in de cultuur, dat is, kun je niet zomaar even afschaffen. Dat die op die markten verhandeld worden. En de Chinese geneeskunde, die vermaal je misschien een bot, wat je misschien beter eigenlijk niet, vanuit het oogpunt van corona, misschien beter niet kan vermalen. En toen zei hij ook zoiets van, als een land bestaat wat dat soort hele traditionele dingen keihard af kan schaffen, dan is het wel China. Nou, het is zeker een narratief dat heel duidelijk gepusht wordt door de Chinese overheid. Ja. Daar is de bende bij pakken door. Hè. Op een gegeven moment stond ook groot in de kranten dat ze dan in 6 dagen een ziekenhuis hadden gebouwd en zo van dat werk. Maar ik denk dat het ten dele ook voortkomt uit het feit dat we niet zozeer over China, maar over onszelf, dat we vergeten hoe veerkrachtig en extreem doorpakkend de Nederlandse samenleving is. Ik bedoel, we wonen in een samenleving waar gewoon constant, ook in tijden van crisis, wegen vernieuwd worden bijvoorbeeld. Dat is, dat klinkt heel best, daar zijn we allemaal aan gewend, dus dat is niet zo bijzonder. Maar er is in elk dorp waar je komt, is er een weg opgebroken, omdat het asfalt net een beetje oud is geworden en dan willen we nieuw asfalt. Dat is heel de tijd aan de gang. Heb je niet in België dit? Ik heb het voorbeeld niet. Ja. Dan laat ik me over België niet uit, maar het is... Denk je dat het klopt? Denk je dat Adam Cohen gelijk heeft? Dat als Xi Jinping zegt, het is afgelopen met die wilde dieren op markten en met de Chinese geneeskunde, Dat is het echt zo dat mensen dan luisteren? Of denk je van, nee, dat is gewoon niet waar. Mensen gaan ze gaan gewoon daarmee door. Nee, hij kan denk ik heel veel gedrag wel afdwingen. Dus hij kan die markten zo sluiten. Maar de Chinese geneeskunde is toch hartstikke... Ja, die is heel diep ingebed. Kan hij zelfs dat zomaar afschaffen, denk je? Of onderdelen daarvan? Nee, hij kan het gaan onderdrukken. Dus christendom en alle andere religies in China worden ook hard aangepakt. Dat is ook niet verdwenen, maar reken maar dat het heel veel minder gebeurt dan als dat niet 30 jaar lang de kop in was gedrukt. Maar ik denk dat hij gelijk heeft, die oogleraar, dat als er een staat krachtig daartegen kan optreden, dat de Chinese staat is. Alleen dat gaat het op dit vlak totaal niet doen. Het gaat die wet markets niet sluiten. Nee? Omdat het, als je kijkt naar wat die dingen zijn, heel vaak zijn het gewoon vers markten. Dat is niet zo'n, we zien dat als een heel exotisch ding, maar eigenlijk valt het allemaal mee. Dat zijn gewoon markten zoals je die overal hebt en die heb je ook overal nodig. Maar er is nou zo'n ding over gemaakt. Als hij die nou gaat sluiten, dan zegt heel de wereld, kijk, want hij weet ook dat het daar mag. Dat gaat hij natuurlijk niet doen. Gaat hij niet doen, nee. Maar ik vond het wel interessant wat je vertelde over dat je dus in elk dorp in Nederland ziet dat er asfalt wordt vernieuwd. En toch hebben wij niet het gevoel dat het... we staan ons daar niet op voor, laat ik het zo zeggen. Nee, staggeren eigenlijk. Een maffe is dat zeker jonge mensen steeds meer het gevoel hebben dat het met mij gaat het goed, maar met ons gaat het steeds slechter. Ja. En waar komt het vandaan, denk je? Ja, ik vind de meest overtuigende verklaring dat voortkomt uit het feit dat er nu al lang bezuinigd wordt op gemeenschappelijke voorzieningen van bestaanszekerheid op allerlei vlak. Waardoor het bestaan onzekerder wordt. En daar hoeft het nu niet eens feitelijk slechter van te worden, maar het feit dat het een groter probleem wordt als het een keer tegen zit, maakt dat het de toekomst enger wordt. En ik denk dat een andere belangrijke oorzaak is dat andere machten succesvol het verhaal pushen dat de westerse wereldorde voorbij is en dat het nu aan anderen is. Ja. Um,
En dan neem je aan dat A, dat als je minder machtig wordt, dat je dan ook minder gelukkig wordt. Wat volgens mij niet één op één volgt. Maar dat zit heel erg in dat verhaal besloten. En je neemt aan dat als andere mensen machtiger worden, dat jij dan wel minder machtig moet worden. Dus bijvoorbeeld wat Trump graag vertelt is, of jij bent dominant of ik ben dominant. Ja. En dat zijn de enige twee opties. Wat Europa denk ik heel succesvol kan doen, is zonder een enorme overheersende, machtslustende geopolitiek ontwikkelen, wel zich heel goed kan beschermen tegen, zeker door samen te werken, tegen beïnvloeding vanuit China en Rusland. Ja. Maar hoe gaan we dan om met die soort, toch een soort van crisis in zelfvertrouwen van de Europeanen dan? Want ja. Ik hoor dat eigenlijk in jouw verhaal. Dat het helemaal niet zo gaat, maar dat we mentaal niet altijd best aan toe zijn. Ja, ik denk dat dat zo is. En ik denk dat we wel moeten, dus dat het heel erg hoog tijd is dat we gaan werken aan de materiële oorzaken van die onzekerheid. Dus dat we ophouden met dat bezuinigingsbeleid en dat we beginnen met te investeren in onze manier van leven. B, denk ik dat we op andere manieren over onze politiek moeten gaan praten. Dus ik denk dat ook, en zeker als het om Europa gaat, de Europese Unie en de Europese Commissie heeft zichzelf heel erg verantwoord door steeds de afgelopen decennia door te zeggen, oké, wij helpen de details in samenwerking tussen landen nog beter te krijgen. We maken het allemaal nog efficiënter. Er komen uniforme standaarden voor de kromheid van bananen is een voorbeeld dat Boris Johnson graag aanhaalt. Ja. Maar ook voor veiligheid. Precies, heel veel hele belangrijke dingen. Maar ja. Het werd in technocratische termen gevat. Terwijl als zo'n groot deel van het electoraat van ons behoefte heeft aan een verhaal over orde en chaos, waarom leg je dan niet uit wat een heel redelijk en belangrijk en urgent verhaal is? Buitenlandse machten vanuit hun eigen onzekerheid en angsten die vaak ook nog wel gegrond zijn, willen bijdragen aan een chaotische en verdeelde Europese samenleving. En dat de Europese Unie ons helpt onze orde daartegen te beschermen. Dat is een verhaal van orde en chaos, wat je volgens mij heel goed kan vertellen. En wat aan zou kunnen spreken bij een deel van het electoraat dat zich niet aangesproken voelt door uniformering van standaarden op het gebied van de vormgeving van bananen. Ik denk wel dat daar een probleem zit, hoor. Als je kijkt naar rechters bijvoorbeeld, ze hebben helemaal geen sympathie voor die anti-EU beweging. Maar die hebben dus wel met die bananenregels te maken in allerlei situaties. En inderdaad zijn soms die verordeningen en die richtlijnen zijn heel slordig uitgewerkt. En daar, daar komt inderdaad een soort chagrijn ontstaat daarbij. Ook bij mensen die dat helemaal niet willen. Ja. Die daar helemaal niet kritisch op willen zijn vanuit misschien wat grotere gedachtes. Maar als je dan met die. Dus dat is toch wel ook een probleem. Ja, maar het is misschien een heel ander probleem. Dat gewoon beter geschreven. Nee, wat een heel erg de moeite waard is om te lezen, is de Nieuwe Politiek van Europa van Luc van Middelaar. En hij maakt daar het onderscheid tussen regelpolitiek en gebeurtenissenpolitiek. En regelpolitiek, daar is Europa extreem goed in. In het opstellen van regels, van structuren, van ordeningen. Maar een groot deel van politiek is dat er shit gebeurt, dat je daarop moet reageren en dat geen enkele van de dat niet duidelijk is wie daarop, welke autoriteit erop moet reageren, welke regelgeving daarvoor is. Maar dat je moet handelen in een vacuüm, in de chaos. En dat je met dat handelen laat zien wat je waard bent. Dat is sinds Machiavelli dat beschreef, in ieder geval eigenlijk een hele belangrijke kern van politiek. En Machiavelli zag dat echt als een deugd. Virtu noemde hij dat. Het kunnen handelen in de chaos van de macht. Een mooi voorbeeld, een paar dagen geleden heeft Ursula von der Leyen een internationale conferentie, videoconferentie, georganiseerd om simpelweg om geld op te halen om corona mondiaal aan te pakken.
Dus daar zat ze en ze ging elk land, hoe verschillend ze ook politiek waren, China was daar ook bij, af. En ze zei, jullie willen daar vast aan bijdragen, hoeveel heb je? En daar had je Europa, dat buiten bestaande wet en regelgeving, met een duidelijk gezicht, op een duidelijke manier handelde, te midden van een crisis, en zich van een super positieve kant aan de wereld liet zien. Echt liet zien wat ook Europese consensusgerichte overlegpolitiek, zelfs buiten de structuren, te midden van een crisis, door te handelen vermag. En je ziet Macron, die schiet naar voren, die heeft het meteen over, oké, dan moeten we een geopolitiek van Europees humanisme definiëren, lekker Frans, zonder dat iemand weet wat dat betekent, maar er gebeurt wel wat. En als je kijkt naar wat er allemaal al sec door China geprovoceerd eigenlijk aan gemeenschappelijke Europese dingen tot stand is gekomen in de afgelopen 2 jaar, op gebieden waar dat eigenlijk daarvoor taboe was, industriepolitiek, dan is dat gebeurt er eigenlijk heel erg veel. Alleen we vertellen die verhalen nog niet. Dat moet echt ook nog gebeuren. Dus daarom hamer ik daarop. Is de coronacrisis niet juist een heel goed voorbeeld van dat een open samenleving veel alerter had gereageerd op die crisis dan China eigenlijk gedaan heeft? Mensen zijn het is juist een beetje onderdrukt en het werd dus lastig. Wat ik ook heel goed begrijp, mensen zeiden van nou, er moet van alles gebeuren. En dan denk je van nou, dat klinkt toch wel vrij heftig. Dat komt natuurlijk een tegenreactie op gang. Maar in Europa is dat toch al door publieke druk, zeg maar. En door allerlei mensen die zeiden van ja, maar ja, de winkels moeten toch dicht, om zo maar te zeggen. En dat is misschien in een land als China, is dat gewoon veel moeilijker om zo heftig tegen iemand te gaan zeggen van ja, vanuit mijn, ik ben nu viroloog en ik kom hier even de winkels dicht doen. Dat lijkt me toch een beetje. Of is dat een cliché van mij? Ik ben eigenlijk intuïtief geneigd om het met je eens te zijn. En Xi Jinping zou op dit moment zeggen, ja, maar Ewout, kijk eens naar Amerika. Dat is en een open samenleving. Hè, met alles wat er mis is, wel een open samenleving. En ze hadden ook nog eens het voordeel dat ze vroeg wisten van het coronavirus, want het was al in China aan de gang. Ja. Maar ook weer niet, hè. Ik bedoel, er is natuurlijk kritische media. Maar de media is tegelijkertijd heel erg verdeeld. En daardoor is het ook heel makkelijk voor Trump. Trump natuurlijk een maandje vrijgenomen in februari. Ja. Die heeft gewoon een maand niets gedaan, hè? Ja, ik heb dat ook gedaan in februari. Dus maar jij hebt het andere gedaan. Ja, ik snap het wel. Soms moet je ook gewoon even rustig aan doen. Ja. Executive time noemt hij dat toch? Ja. Het probleem is, dus ze hebben het daar ook gewoon, dat is inderdaad ook een managementprobleem. Niet alleen het probleem van openheid of niet, maar ik vind dat tegenargument wel, een open samenleving kan ook weer het op allerlei manieren verpesten. Ik vind die retort van Xi Jinping op Ewouts opmerking best wel. Ik vind dat voor mijn gevoel, vind ik dat hij daar te veel een punt heeft waar ik me comfortabel mee voel. Ik zou zeggen, zouden we niet nog een stap extra moeten maken naar nog meer democratie? In die zin van, als je echt openheid wilt, dan moet je zorgen dat ten eerste die universele rechten voor iedereen in de wereld zijn. Dus ook vooral die landen die wij een soort van exploiteren. Maar ook dat er goed onderwijs is. En zoals je zegt, die goede publieke zorgen, zodat mensen zich kunnen ontplooien. Want voor een democratische mindset moet je wel echt goede bronnen kunnen onderscheiden. Goed kunnen debatteren. Hoe ga ik om met conflicten? Ik ben het helemaal met je eens dat ik denk dat deze tijd vraagt om meer geloof in ieder geval Europese democratie dan minder. Mooi. Moeten we nog naar een slotgedachte? Ik vond dit een mooie slotgedachte. Ik vond het ook een mooie slotgedachte, hoor. Misschien is het wel gewoon. Ik vond het prachtig. Laten we nog even de aandacht vestigen dan op het essay dat je hebt geschreven voor de Bali, dat in de Groene is verschenen. Dus als mensen nog dieper erin willen duiken, dan ben je te lezen. Award-winning. Award-winning, precies. Ja. Award-winning. Ga dat lezen, mensen. Oké, fijne middag nog. Dankjewel, Artie. Doeg. Hey, allemaal. Hey. Hallo. Hey, Lisa.
We hebben natuurlijk weer de Amazing Band helemaal weer bij elkaar geroepen. En we gaan My Sharona spelen. Ah. Woehoe! Ja, dat klinkt als... Chaos! My
elke maand hebben we een heel mooi project, zowel in Amsterdam en Utrecht. En deze gaat, Rogaya doet dat altijd voor ons. Hey Rogaya. Hey. Hallo. Rogaya, elke maand heb jij voor ons een Help Often project. Dat vinden wij heel belangrijk bij de Sunday Assembly. Dus ofwel een sociaal project of een vrijwilligersproject waar mensen aan kunnen bijdragen. Yes. Welke heb jij voor ons deze maand? Ik heb dit keer, dacht ik, omdat het natuurlijk gaat over chaos, wilde ik graag een vrijwilligersproject uitzoeken waar mensen zeg maar minder chaos door krijgen. Dus toen ben ik uitgekomen bij thuisadministratie van Humanitas. Get a Grip heet het project ook wel. Daarvoor heb ik Gerda Veen en Nico Kruiswijk geïnterviewd. Ik moet wel zeggen dat het soms een klein beetje stop motion is. Maar als je focust op het geluid dan, en gewoon het beeld beschouwt als iets extra's, dan denk ik dat het interview goed te volgen is. Welkom Nico Kruiswijk en Gerda Vee. Ik heb jullie uitgenodigd omdat we vandaag een Sunday Assembly hebben die gaat over chaos. En jullie vrijwilligersproject die zorgt eigenlijk voor dat mensen minder chaos hebben. Gerda, kan je vertellen wat voor vrijwilligersproject jullie hebben? Ik ben van Humanitas thuisadministratie. Wij zorgen ervoor dat er vrijwilligers zijn die mensen kunnen helpen uit hun financiële problemen te komen. Of te helpen niet verder in de financiële problemen te komen. Want preventie is daar ook belangrijk in. Een onderdeel daarvan is Get a Grip. Dat is een nieuw project wat gericht is op jongeren tussen de 16 en 27. Ja. Maar waar Nico bijvoorbeeld veel ervaring mee heeft, is een andere doelgroep ik denk dat daar ook wel jongeren tussen hebben gezeten eigenlijk, Nico. Hè? Dus alle leeftijden, alle achtergronden, iedereen mag aangemeld worden. En het is gratis. Want kan je vertellen, Nico, over je werk, je werkzaamheden en hoe lang je dat al doet, vrijwilligerswerk? Ja. Specifiek dit vrijwilligerswerk doe ik nu denk ik een jaar of 3-4 om en nabij. En dat doe ik naast mijn normale baan. Hè. Dus het is een bijbaan voor mij. Mm-hmm. En eigenlijk precies zoals Gerda zegt, ik heb inmiddels studenten gehad onder de 25 tot een dame die al behoorlijk op leeftijd is. En die raakt inderdaad richting de 80. En die om verschillende redenen grip op hun financiën kwijt zijn. Dat kan zijn omdat iemand bijvoorbeeld met een migratieachtergrond moeite heeft met het begrijpen van de Nederlandse taal en de Nederlandse systemen. Ik heb wel eens iemand gehad die meerdere handicaps heeft en daardoor met heel veel instanties om tafel moet om überhaupt zijn toeslagen binnen te krijgen. Nou, dat gaat wel eens wat fout, is de ervaring. Of helaas gaat het vaker fout dan goed. Soms is het gewoon, ik heb wel eens iemand gehad die heeft het verlies van een partner en daardoor inkomstenval. En zo zijn er allerlei redenen, aanleidingen waardoor mensen opeens in de problematiek komen. En dan probeer ik ze te helpen met orde op zaken stellen. Ben je eigenlijk dingen tegengekomen met mensen waar je verbaasd over was? Situaties waarin zij zaten, waardoor ze het moeilijker vonden om die administratie te doen? Vooral is het voor mij heel louterend om te zien dat het voor iedereen niet zo makkelijk is als voor mezelf. En dus voor mij is het heel logisch dat ik mijn administratie op orde heb en dat ik, als ik een rekening binnenkrijg, dat ik die gelijk betaal. En ik weet wel dat niet altijd gebeurt. Maar het gedrag van het enveloppen dichtlaten, dat gebeurt letterlijk zo. Hè? Dus dat is volgens mij het schoolvoorbeeld dat altijd genoemd wordt. En dat is voor mij in ieder geval louterend om daarvan te begrijpen dat echt een deel van de maatschappij is die het gewoon niet zo makkelijk heeft. Ik ben wel nieuwsgierig of jullie dan ook dingen tegenkomen waarvan je denkt van dit is gewoon eigenlijk bijna niet te begrijpen als het gaat om administratie. Nico? Bijna elke keer. Dus bijna elke keer merk ik, ik heb de luxe dat ik een goede opleiding heb genoten en ik denk dat ik prima stel hersens heb, maar toch valt me op. Het is bijna nooit dat er een uitdaging is met één instantie. Het is bijna altijd met meerdere instanties. En vaak dingen die in elkaar grijpen. En dan heb je zomaar 3, 4, 5 instanties die in elkaar grijpen. En voordat ik dat zelf begrepen heb, ben ik zo een paar avonden verder om het überhaupt te begrijpen. Laat staan dat mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, of die het Nederlands systeem minder goed machtig zijn, of die
we hebben het soms erg complex gemaakt voor mensen. Mensen die als ze eenmaal in financiële problemen zijn gekomen, dan hebben ze dusdanig veel stress. En vaak komt het ook niet alleen, hè, dat financiële probleem. Hebben ze dusdanig veel stress dat ze ook niet meer goed kunnen nadenken. Of in ieder geval niet verstandige beslissingen meer kunnen nemen. Dat is ook wetenschappelijk onderbouwd. Dus het helpt ook niet als je al stress hebt, dat er dan ook nog zoveel geldproblemen en zo'n ingewikkeld systeem bij komt kijken. En dan is het ook nog zo dat het is ook een beetje een verdienmodel. Hè? De incassobureaus, de debiteurenbureaus, verdienen ook hieraan. Dus die zijn ook niet geneigd om het veel makkelijker te maken. Weten mensen dan wel jullie te vinden? Want ik kan me voorstellen dat juist de mensen die het extra moeilijk vinden, nou ja, ik praat nu eigenlijk erover alsof het iemand anders is, maar ik vind het zelf ook echt ongelooflijk ingewikkeld. Ik kan me voorstellen dat het ook extra moeilijk is om dan jullie te vinden, dat ze daar helemaal niet over nadenken. Ja, dat klopt. Het is moeilijk om ons te vinden. Althans, je kan ons heel makkelijk vinden als je gewoon op humanitas.nl kijkt natuurlijk. Maar om erbij na te gaan denken, ik wil hulp hebben en ik ga ook toegeven dat ik een probleem heb. Mm-hmm. Daar komt veel schaamte bij kijken en het duurt gemiddeld, geloof ik, iets van 4 of 5 jaar voordat iemand uiteindelijk zegt, nou gaat het echt niet meer, ik kan het niet meer zelf. Nu ga ik zoeken naar een oplossing. En vaak is dat dan via de maatschappelijke dienstverleners of via een psycholoog of GGZ-instanties. Die melden mensen aan. Maar je mag je zelf aanmelden. Geen enkel probleem. Je kan gewoon met mij bellen, mailen en dan ook in het programma. Oké, okay. Dankjewel voor deze bijdrage. Oké, okay, dankjewel. Doei. Ja, dat was dus het project van Humanitas. Mm-hmm. En wat wel interessant is, is dat er tegenwoordig tijdens deze coronacrisis heel veel aanmeldingen zijn voor allemaal vrijwilligersprojecten, heb ik gemerkt, toen ik even rond ging bellen. En ik weet dan niet zo goed of dat eraan ligt dat mensen heel graag denken van, nu heel erg bezig met de maatschappij en denken, ik wil mijn steentje bijdragen, of dat ze gewoon minder te doen hebben en denk ik heb tijd. Wat ga ik met mijn tijd doen? Andere mensen helpen. Maar voor het, vooral jonge mensen zoeken ze nog voor het project Gather Grip. Mooi project. En ook wel shocking dat het dus 4 jaar duurt voordat iemand echt hulp zoekt. Dat is echt heel veel achterstallige administratie die al ligt. Ja, toen ik het net weer hoorde, zie ik 4 jaar, dat is echt weer een beetje zo'n gestresse gevoel in mijn buik ervan. Ja, ik denk de kunstsector ook wel de doelgroep misschien. Ja, creatieve. Dus get a grip. Get a grip. Get a grip. Oké, okay, leuk. Dankjewel, Rogge. Echt tof, goed gevonden deze. Echt belangrijk. Ja, super bedankt. Ja. Oké, okay. Ja, dan ga ik weer. Zou ik vertellen wat ik heb gedaan? Ja. Yo. Ik heb een korte column geschreven waarin ik eigenlijk precies het omgekeerde van onze spreker Thies Dams. Ik doe precies het omgekeerde van wat hij doet. Want hij kijkt vanuit Nederland naar China en naar de wereld. En ik kijk eigenlijk vanuit Nederland naar mijn huis, naar mijn balkon, naar het micro-universum van de binnentuin. Nu de wereld is gekrompen tot een hoekje van de stad waar ik woon, leer ik mijn buurt pas echt kennen. Ik woon in een appartement op de 3e en tevens hoogste verdieping van een blok huizen dat in de jaren 20 werd gebouwd. Het is zo'n woning waar iedereen wel eens is geweest, met kleine kamers en een smalle keuken die uitkomt op een balkonnetje. Vanaf daar zie je hoe 4 blokken huizen een rechthoek vormen rond de tuinen van bewoners op de Begane. Groene vingers hebben mijn buren niet, of misschien groeit er gewoon niets op de koude donkere grond. In elk geval bestaan de tuinen uit kale betegelde vlaktes met een schuurtje in de hoek. Vorige week hoorde ik een begane grondbuurvrouw zeggen dat ze al 20 jaar iets aan de tuin wil doen, maar de schutting zo lelijk vindt. Van bovenaf gezien is de schutting een van de kleinere problemen, maar van bovenaf gezien zijn de dingen vaak een stuk duidelijker. Nu het gros van mijn werk niet langer is toegestaan en de buitenwereld slechts met mate, zit ik veel op mijn balkon. Ik drink koffie, kweek sproeten op mijn gezicht, spreek de planten bemoedigend toe. Tot deze maand heb ik me niet afgevraagd wie er in welk huis woont, welke buurtkatten een vete uit de vecht hebben. Natuurlijk waren er wel een paar buren waarvan ik het bestaan kende. De schreeuwende Spanjaarden met de vrouw met het roze haar. Het oudere F-side-stel dat de Ajax-vlag laat wapperen bij mooi weer. Maar nu leef ik als pluk van de pettenflat en weet ik precies wanneer het Indiaanse stel koffie drinkt op de grond.
en hoe de opstandige peuters heten, Tiago en Ayla. Wanneer mijn overbuurvrouw een sigaretje rookt in haar badjas. En welke jonge mensen luid discussiëren over intelligent investeren op de woningmarkt. We delen de wereld en de situatie. Dat is een lezing die populair is. Dat het virus niemand zal overslaan, de saamhorigheid sterker is dan ooit en dat er helden onder ons zijn. Maar vanaf mijn balkon zie ik de wereld zoals hij al was. Een wereld van parallele werkelijkheden. Voor sommigen is deze binnentuin een tussenstation en voor anderen het laatste. Er zijn bewoners die hier al 40 jaar zitten, expats op doorreis en juppen met grote dromen. Er zijn mensen die de hele buurt willen trakteren op hun muzieksmaak. Er is zelfs een DJ die op het dak klimt om daar een hele set te draaien. De stilte onder een vuur van housebeats bedelft. Hij ijsbeert als een alfa mannetje, kijkt neer op de balkons en knikt met dodelijke ernst. De F-side-familie slaat dan terug met gabbermuziek en de juppen pakken hun geluidsdempende koptelefoons uit de lader. Op het balkon tegenover mij steekt een man een stapel hout in brand. Hij kijkt naar de vlam en gaat dan naar binnen. Ik waarschuw zijn onderburen die bij hem aankloppen. Even later roepen zij naar mij dat het maar een barbecue is. Het is niet waar, het is geen barbecue, maar zij kunnen het niet zien en nu ben ik de gekke buurvrouw. Er zijn geen regels voor onze binnentuin, behalve dan dat we de politie niet bellen. We ondergaan elkaars overlast, we negeren elkaar daar waar mogelijk. En we komen niet nader tot elkaar en we zijn niet geschikt voor emo-tv met doorgesnoven presentators. Het is de wereld in een oogopslag. Vanuit deze binnentuin komt geen opstand en geen revolutie. We hopen er maar het beste van en soms gebeuren er kleine wonderen. De schutting van de begane grondbuurvrouw is gisteren grijs geverfd. Hey Laura. Gezellig. Hey. Laura, hier ben je weer. Leuk! Jij zorgt eigenlijk elke maand voor verbinding. Jij doet altijd het filosofisch speeddaten en op ten heb je ook altijd een leuk spel, zeker in, vooral in Utrecht. Ja. Heb jij voor ons deze maand? Nou, ik wil samen met jullie even nadenken, want normaal doe ik ook altijd het filosofisch speeddaten. Ja. Ja, en, afgelopen week was natuurlijk, afgelopen tijd, was natuurlijk ook een bevrijding eigenlijk van Nederland. En daar dacht ik ook nog eventjes over na. Omdat het voor mijn gevoel ook wel weer een soort raakvlakken heeft met nu, met corona. En dat we allemaal thuis zitten. Dat ik dacht van, wanneer voel je je eigenlijk vrij? Mm-hmm. Daar zat ik voor mezelf over na te denken. Mm. En kunnen we ons ook vrij voelen als we thuis zijn? Of wat kan je doen om jezelf echt heel vrij te voelen? Wat geeft jou dat gevoel van vrijheid? Mooi. Ja. Je moet denken aan Nelson Mandela, die zei van, zelfs in de gevangenis was ik niet gevangen. Voelde die zich vrij. Wow, wat zijn jullie diep, ja. Hè? Diep. Dus mooie vraag. En wat wil je dat we daar mee doen? Ja, nou, nadenken. Want je bent alleen thuis. Ja, misschien kunnen de mensen thuis er ook even over nadenken. Ik zat zelf te denken, je mag natuurlijk nu heel veel dingen niet voor je gevoel. Ja. Maar wat kan je dan doen om toch dat gevoel voor jezelf te creëren? Dat je het toch wel vrij voelt. Ik dacht ook bijvoorbeeld zoals dat we dit nu doen met elkaar. Hè? Dat is eigenlijk ook een manier van vrijheid weer terugnemen. Want wij mogen ons uitspreken. Wij kunnen met elkaar praten. Wij kunnen delen wat wij denken. Dat is ook een manier van vrijheid. Nou, lief, leuk om met je te praten, net echt. Ja, vond ik ook leuk. Oké, dankjewel, doei. Yes. Zijn we wel oké nog? Ja. Is iedereen nu een beetje bozig en niet gegeten? Je moet gewoon even wat iets eten, hè, als je boos wordt meestal. Ik heb hier lekker een beetje eten. Heb jij wel een beetje suiker of zo zitten? Want jij zit ook een beetje chaggo, hè? Ik ben helemaal niet shaggy. Ik heb net een stuk mango gegeten. Ik ben kei verantwoord. Ja, we hebben net gesproken met Ties, hè? En daar zie je ook hoe bang wij zijn voor die chaos. Maar ik heb een meditatie om die chaos te embracen. Gewoon omarmen van de chaos en daarin je rust vinden. Dus ik heb een mega korte meditatie die je gewoon elke dag kunt doen wanneer het even chaotisch is. Fijn. Wauw. Wil je hem nog een keer doen met voorhoofd?
Ik weet niet wat het met mij doet, maar ik word daar agressief van. Hé, wat? Het begint weer. Ja, voel dat. Ik ben onderbroken vol. En gecorrigeerd. Dat is wel de mansplain. We hebben net een fijn gesprek gehad met Thies en hoe bang wij eigenlijk allemaal zijn voor chaos en dat we zo die zekerheid en die vastigheid willen. Maar ik heb een meditatie voor jullie waardoor we die chaos kunnen omarmen. Dus, en die is heel kort, dus je kan die eigenlijk elke keer doen als je voelt van... Dus daar neem ik jullie graag in mee. Wij gaan de Eye of the Hurricane meditatie doen, dus je mag je ogen sluiten. Is diep in en uit ademen. En als je zo uitademt, dan voel je het contact met je stoel. Je wordt erdoor gedragen. We gaan nu een visualisatie doen dat jij een storm bent, een orkaan, die om en om zijn as gaat. Het waait, het stormt, het regent. En de buitenste laag van jouw storm is jouw buitenwereld. Van mensen die van alles van je verwachten. Telefoontjes, deadlines, taken. Dingen die moeten. Het waait, het stormt van alle die chaos rond je heen in je leven. En die binnenste laag van die orkaan, dat zijn allemaal... gedachtes, gevoelens, alles van jouw innerlijke wereld, jouw innerlijke chaos. Dingen die je van jezelf moet, verwachtingen, heel veel projecten en ideeën die je hebt. Laat ze maar even helemaal door elkaar heen waaien. Voel die chaos, voel dat het er allemaal is, best heftig is. En elk orkaan heeft ook een oog waar het heel stil is van binnen. En nu merk je dat je in de orkaan zit. Jij bent het oog van de orkaan. Je bent nu de stilte, die rust, de leegte die er is. En ook al is er een hele grote storm rond je heen, jij bent die rust en die stilte. Adem die maar eens heel goed in, die rust. En je kan hier nog een tijdje blijven zitten als je wilt. De meditatie mag zo lang duren als jij wilt. Maar misschien wil je het ook afronden. En dan hoor je de geluiden om je heen. Kan een beetje rekken en strekken als je wilt. Je tenen bewegen alvorens je je ogen weer open doet. Dan kom je weer hier en nu. En wil ik jullie heel graag bedanken voor deze meditatie. Nou, dus dat klaar. Dan kunnen we nu Lisa doen. Hey allemaal. Hey Lisa. We hebben weer een a cappella stuk van de Samblets. En het is Hello van Adele. Hello, it's me. I was wondering if after all this years you'd like to meet. To go over everything. They say the time's supposed to heal ya. But I ain't done much healing. Ooh. Ooh. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger. Forgotten how it felt before the world fell at our feet. Such a difference between us and a million miles. Hello,
must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Oh. Tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Dat was hem. Ik kan niet geloven dat je het helemaal tot het einde hebt gekeken. Ik heb nog nooit tot het einde gekeken. Bedankt. Hopelijk volgende keer het echt. Hey. Nou, ik ga wel ophangen hoor. Dag hoor. Even zien. Waar ze... Doeg. Vaarwel.